Nou ja, dan ga ik verder naar de slappeling door het leven. Dat was ook maar een fantasie. Het is pijnlijk om te herkennen, maar ik leef nu helemaal het grootste deel van de dag in een fantasie. Dromen. Fictie. God, de wereld is zo koud en onherbergzaam. We worden wel gedwongen om ons te hullen in de warme deken van de fantasie. En zoveel werkelijkheid heb ik helemaal niet nodig. Gadverdamme. Het is voor mij voldoende er zo nu en dan een beetje van te snoepen. Een steelse blik over het randje is genoeg om mij iets in te beelden en mijn kopje onder te duiken in een volledig gefantaseerd universum. Het mooiste wat iemand kan overkomen is iemand tegen te komen met wie hij zijn verzinsels kan delen. Het zijn de spaarzame momenten van troost waarmee wij onze levenszin voeden. Toch? Toch? En je gaat naar huis. Ja, vinden jullie dat niet... Nee joh, je bent vrij om te gaan. Ik wil jou niet vasthouden. Tuurlijk, we zijn allemaal vrije mensen. Mag ik van u een taxi op de Maaskade, de 19e verdieping, nummer 380, voor... Hoe heet die jongen ook weer? Van Vliet. Ja, voor Van Vliet. Taxi komt eraan. Ja, nou ja, eigenlijk heet ik Johannes. Ja, straks, als je buiten bent, hè. Zolang je hier bent, heet jij Eddie. Het is toch maar een spelletje? Spelletje? Wat voor spelletje? Nou, wat jullie met mij spelen. Ik zie niet in dat hier een spelletje gespeeld zou worden. Ik zou niet weten wat voor spelletje. En wat denk jij? Speel jij een spelletje? Ik hou niet van spelletjes. Het leven is een ernstige zaak, Eddie. En zo lang duurt dat allemaal niet. Laten we onze tijd niet verdoen met spelletjes. Dat meende jij toch niet echt, hè, Eddie? Maar dat spelletje, nee. Nee, dan heb je er toch iets van opgestoken. Misschien sta je nu wel op zo'n beslissend moment in je leven. Ik weet wel wat hij daarmee bedoelde, natuurlijk! Voor mij is het beslissend geweest dat ik wegging bij de verzekering. Dat ik ophield mijn medemens te verzekeren dat het allemaal nog goed komt, want het komt helemaal niet meer goed. Het leven is niet te verzekeren, natuurlijk. Een dodelijk ongeval is het einde van het verhaal, een boek dat je uit hebt. En naarmate ik ouder werd, ben ik gaan inzien dat ik de hoofdstukken die ik nog heb te gaan helemaal niet hoef te lezen om te weten hoe het afloopt. En het loont even minder moeite om de laatste hoofdstukken langzamer te gaan lezen, om het leven te rekken. Je kunt beter het boek dichtslaan. En er zelf één schrijven, als je daar tenminste talent voor hebt. Ik heb geen talent. Heb ik talent, Eddie? Ja. Meen je dat? Ja. Dat zeg je niet uit beleefdheid of zo? Ja. Dus je liegt? Ja. Oké. Ja, nee, goed. Nou, ik was ook wel voorbereid op dat antwoord. Ik begrijp het ook wel. Je gaat weg, dus wat zou je nog inspannen voor een paar beleefdheden die je... Per slot van rekening onoprecht zijn, hè? Godverdomme. Wodan de talentloze! Dat bedoelde ik dat helemaal niet. Nee, dat zou ook wat al te hooghartig zijn, hè? Het gaat trouwens ook helemaal niet om jouw bedoeling. Het gaat om de vraag of het zo is of niet. En jij hebt mijn meest angstige gevoelens bevestigd. Man, ik weet niet eens over wat voor soort talent jij hebt. Oh, dus je hebt de vraag niet eens begrepen. Heb je wel opgelet? Zet je te suffen? Ja, wat maakt het jou verder uit, hè? Taxi komt, de vrijheid lokt. Nog een paar beleefdheidsfrasen, een leugentje om best wel en je fladdert weer naar de volgende existentiële ontmoeting in de hoop dat je die ook weer overleeft. Ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt. Oh nee? Voel je dat niet een heel klein beetje aan? Ben je sociaal onderontwikkeld? Ja, dan is het je ontgaan dat we hier heel anders met elkaar omgaan. Wij kunnen niets anders dan heel erg eerlijk met elkaar zijn, toch? Ella? Bodan, heeft de jongen niet eens de kans om eerlijk te zeggen... Nou, ik geef hem daartoe ruimschoots de kans. Maar je bent niet in zijn antwoord geïnteresseerd. Waarom zou je ook? Je spuugt op die onnozele gans. Je leeft je frustraties op hem uit. Je vernedert hem, net zolang tot zijn oordeel mocht hij nog tot een uitspraak komen. Niks meer waard is. Nou, dat ligt toch wel een tikkie anders. Ik stel hem op de proef. Ik bezie of hij aangaande mijn eventuele talentenoordeel kundig genoeg is... om een oordeel te kunnen vormen dat ik serieus zou moeten nemen. En? Ik acht Eddie behoorlijk hoog. Nou, je wilt toch niet zeggen dat hij wat gepresteerd heeft sinds hij hier is? Nou, hij is er nog. Dat is bijzonder te noemen onder deze omstandigheden. Wat zegt dat? Juist de lagere organismen hebben het grootste overlevingsinstinct. Het zijn eerder de hogere vormen van intelligentie die het moeilijk hebben bij zwaar weer. Dit is toch geen zwaar weer? Nou, voor een ongeoefend organisme is dit behoorlijk zwaar weer. Mijn barometer voorspelt dat wij vanavond nog storm krijgen. Nou, gelukkig voor Eddie dat ik met de taxi ga. Er komt helemaal geen taxi. Oh nee, ik heb een taxi besteld. Of jij het leuk vindt of niet. Trim, zie je wel. Nou, jammer dat je weg moet, Eddie, net nu het gesprek een beetje op niveau begint te komen. Maar ik ga zo wat. Hallo?
Bertie? Nou, ik weet niet of dit wel een taxi is, hoor. Komt u maar even boven. Taxis komen nooit boven. Komt u maar even boven. Als u boven komt, weten we dat het geen taxi is. Wat is het voor een god? Wat? Hoi, dat is een god. Nou, kom maar even boven. God is altijd welkom. Volgens mij is dat een zij, geen hij. Nou, dat zou wel aan mij liggen, maar ik hoor het dus niet of het een hij of een zij is. Nee, je hoort wat je wil horen. Ik niet. Eddie, heb jij een voorkeur voor een vrouwelijke of een mannelijke taxichauffeur? Oh, nou, dat maakt mij niks uit. Nou, als je maar rijdt, hè, nietwaar? Laten we wedden dat het een vrouw is. Waarvoor? Door, maakt me niet uit, gewoon voor de lol. Om Eddie. Ja, voor mijn part. Dus wie weet mag zelf de prijs bepalen? Ja. Tot straks. Tot straks. Zo, die zijn we even kwijt. Ja. Wodan is wel erg opgefokt, hè, vind je niet? Nou, kunnen we eigenlijk nog even babbelen voordat je gaat, hè?